Yo mensen, vandaag ga ik laten zien hoe we van een walnoot tot een walnotenboom komen. In deze video zal ik niet helemaal de walnotenboom kunnen laten zien, want zoveel tijd heb ik niet. Maar ik kan wel het proces laten zien hoe het moet en dat dat inderdaad lukt. Dus laten we beginnen. Als eerste heb je een walnoot nodig. Je kan er het beste een paar pakken, dus neem op zijn minst 5 walnoten. Want ze zullen niet allemaal ontkiemen. En een bakje. Vul die met water tot de top, zodat ze daar later in kunnen. Liggen om het water op zich te nemen. Wat je wil doen is je wil puntige kant, dus niet de ronde kant, maar de puntige kant, daarvan wil je een deeltje er aftikken. En het beste zou zijn als je ongeveer zo. En dan dat bovenste deel eraf tikt. Dat, precies dat. En ik heb dat al geprobeerd met een andere. Daarvan heb ik de hele bovenkant eraf getikt. Dat is niet helemaal de bedoeling geweest. Je wilt dus een soort van die kant heel houden en dan hier het bovenkantje eraf tikken. Dit is niet fout. Dit kan ook. En zoals jullie kunnen zien heb ik hem beschadigd. Dit vindt hij niet fijn, dus hij zal het slechter doen als anderen. Maar zelfs als hij beschadigd is, kan hij alsnog ontkiemen. En wat je dan gewoon wilt doen, is als eerst even dat eraf. En dan leg je hem gewoon in de bak met water. En hij zal niet gelijk gaan zinken, maar uiteindelijk als het goed is wel. En ook bij deze ga ik de bovenkant eraf tikken. En dan in een bak met water leggen. Als ik de bovenkant af heb getikt, dan laat ik dat even zien. Ik heb de bovenkant eraf getikt. En zoals je kunt zien, is dat niet helemaal goed gegaan. Ik heb dit best wel erg beschadigd. Wel één kant heel gehouden, wat hij het fijn vindt. Maar helemaal door. Eigenlijk wil je dan dit onderkantje wil je erop houden. Je wilt hem zo hebben, dat het onderkantje er nog op zit en dan alleen de bovenkant af. En je wilt hem zeker niet zo beschadigen als dat ik heb gedaan. Maar we gaan het alsnog proberen. En je legt deze ook in het water. En je legt hem voor een dag, laat je hem in het water, 24 uur. En je zult zien dat het water bruin wordt en misschien zelfs dat er olie vanaf komt. Dit is dus niet slecht, dit is helemaal prima. En na een dag dan pak je 1 wc-papiertje per walnoot en dan leg je hem erop en je rolt hem zo in zodat het helemaal bedekt is alles en dan neem je een spuit en dan zorg je dat hij niet al te erg doorweekt is, maar dat hij wel volledig nat is. Dus dan hou je hem zo en dan laat je hem 3 dagen zitten en dan ververs je elke keer het wc-papiertje na 3 dagen. En het beste zou zelfs zijn als je deze in een plastic zakje stopt of in plastic folie, wat je ook
dichtknoopt. Dan kan het best wel lang duren voordat hij ontkiemt. Het duurt rond 2 weken. En ik heb één plant die daadwerkelijk is ontkiemd en nu bezig is met aan het groeien. En deze zal ik dan zo meteen aan jullie laten zien. Oké, dus ik pak die er even bij. Dit is de plant. En je ziet dus dat die dat ik hier de onderkant er nog wel op had gelaten. En dat die dus inderdaad mooi daar eruit is gegroeid. De wortel zal dus bij de punt eerst naar beneden groeien. En op dezelfde plek groeit de tak ook naar boven. De eerste stam. En twee dingetjes. Eén is dat je wilt zorgen dat de stam volledig uit de huls is. Dus hij moet volledig naar boven zijn gekomen en dan kan je hem in de grond stoppen. En ding 2 is, een walnootboom vergiftigt een beetje de grond. Dus zodra je hem echt in je tuin of ja, ergens plaatst, dan wil je zorgen dat hij dat je niet al te veel planten eromheen hebt staan. Dit is dus hoe je een walnootboom groeit. Ik zal jullie nog up-to-date houden over hoe deze groeit. En later misschien nog hoe je moet snoeien. Ja, ik denk dat jullie het ook wel leuk vinden om te zien het proces van hoe die groeit. Zo ziet het bakje eruit na 24 uur. Het is helemaal bruin geworden. Dus dan mag je dat weggieten. En zodat je de noten niet beschadigt. En dan wil je een wc-papiertje pakken en ze inrollen. Dus dat ga ik nu even erbij pakken. Oké, dus je wilt per walnoot 1 wc-papiertje afscheuren. En je legt hem er zo in en dan zorg je dat hij helemaal bedekt is. Ik maak hem nog een beetje nat. Deze laat even liggen. En ook de andere. En als ik jullie was, zou ik het dus met op zijn minst 5 walnoten doen. Dus dan zal je 5 wc-papiertjes per keer nodig hebben. En dan pak je een plastic zakje. En dan leg je ze in. En dan zorg je dat er een beetje lucht bij zit. En dan zullen ze na 2 weken ontkiemen. En als ik jou was, zou ik er uiteindelijk 1 selecteren die het beste doet. En die houden, want je wilt geen 5 walnotenbomen in je tuin. Dus over 2 weken zal ik jullie een update geven van deze 2 walnoten. En dan zullen we zien of ze zijn ontkiemd of dat ze zijn gaan schimmelen of rotten. Dat kan allebei gebeuren. Dan zijn ze overleden. Dus ik hoop dat dat bij jullie niet gebeurt. Dus zorg dat ze wel vochtig zijn, maar niet te vochtig. Dus het is een beetje een precisiewerkje. Maar het is wel belangrijk. Dan zullen ze als het goed is
uitkomen en dan wordt het een echte walnootboom. Ik zal voor jullie nog één keer mijn walnootplant laten zien en dan was dat de video. Hier hebben we hem en je ziet dat dus aan het uiteinde van de walnoot bij de punt is eerst een wortel naar beneden gegroeid. Die heeft een beetje leuk zitten ronddraaien. En op een gegeven moment is hier een groen takje naar boven gekomen en dat is deze plant geworden. En zodra je dat ziet gebeuren, dan wil je eigenlijk dat hij even goed boven komt en dan zet je hem in de grond. En volgens mij begint hij nu al zijtakjes te maken. Daar en daar en daar. En bovenaan wordt uiteindelijk de eerste bladeren. Deze. Dus ook over 2 weken, als ik hier meer over weet, dan zal ik nog een update geven van deze plant. Ik vind het heel gaaf om dit te zien hoe dit werkt en ik hoop dat jullie het ook doen. Tot over 2 weken.